HW1 Sporthoekse Waard wordt u aangeboden door Business Club. Vanavond is HW1 Sport te gast bij de sponsoravond van de jubilerende voetbalvereniging OSVA Waaierland. We maken er een feestje van. Hallo. Hoi. Wat brengt jullie naar deze sponsoravond? Ja, op uitnodiging van Jan Kleinendorst. Dus van Bloemen Groen Projecten. Die heeft ons uitnodiging gestuurd. En die zegt, joh, kom eens even gezellig bij de buren kijken. Want normaal zitten we hiernaast op het veld. Maar ik kom graag eens een keer hier binnen. Zijn jullie wel als sponsor van OSVA Waaierland? Nee. En na vanavond komt dat goed? Nou, dat acht ik wel de kans groot. Veel plezier vanavond. Ja. Jullie ook bedankt. Wat verwacht u van deze avond? Nou, in ieder geval leuk. Hè? Bekende mensen, dat maakt het toch wel leuk. En dat welke bekende mensen? Wim Kieft, hè? En even te Napel. En dat is toch altijd wel leuk. Dat zijn wel boegbeelden van het Nederlandse voetbal. Lijkt me wel, hè. En vooral Wim Kieft, daar hebben wij nog wel iets aan te danken. Ja, zeker weten. Ierland, hè. Had hij nu nog maar in Oranje gespeeld, wie weet. Misschien, ja. Maar ze hebben er meer, hè. Voor Basten, toch? We gaan er een leuke avond van maken. Zeker weten. Dankjewel en veel plezier. Alsjeblieft. Je bent een vangstkapitein. Goedenavond. Hallo Herman. Hallo jongen. Wat verwacht je van vanavond? Hele gezellige avond. Jullie doen dit vaker toch? Ja, we hebben dat een aantal keer gedaan. Ja. En de eerste keer met Kieft en zulke soort mensen erbij. Maar ja, ik heb er heel veel plezier in. Ja. En vanavond wel een bijzondere avond, hè? Bijna 100 jaar. Ja, bijna 100 jaar, dat zeg je goed. Ja. Nog een paar maanden en dan is het zover. Hoe voelt dat als jubilaris? Want jij bent ook wel een beetje een boegbeeld hier, Herman. Nou, boegbeeld is misschien te veel gezegd. Ik heb natuurlijk mijn hele leven hier gevoetbald en de laatste jaren ook bij de vereniging wel betrokken geweest. En dat voelt hartstikke goed, hè, dat we dat in ieder geval volgen maken die 100 jaar. En op naar de volgende 100 jaar. Dat zou mooi zijn. Je bent in ieder geval een prominente gast. Oké. Okay. Hey, veel plezier vanavond. Dankjewel. Hey, doei. Oké, 18 jaar, hè? Nou, hè? Fijne avond. Ja, dank je hartelijk. Het is verlaten op de avond voor een loting. Oké, nou, dankjewel. Goedenavond. Goedenavond meneer. Hallo. Wat brengt u naar de sponsoravond van OSVA Waaierland? Bestuur, ik zit in bestuur en de entourage en fantastisch. Meneer Kieft en Al vaker zo'n avond meegemaakt bij OSVA? Nee. Dus het is een totale verrassing? Voor mij geen snelle verrassing, maar wel een verrassing voor de club. Absoluut. En, ja, 100-jarig bestaan en er wordt gevierd. En het is fantastisch. U kijkt nu achter mij de kantine in. Is het eerder zo druk geweest? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Op zondagavond, dit is uniek. Dan is het dus nu al een succesje, hè? Ja, zeker. Zeker. Je bent voor sponsor? Ja, inderdaad. En ga je volgend jaar nog wat anders doen als sponsor? Ik ben daar altijd open voor. En zeker met de warme club die OSV is, gaan we zeker volgend jaar nog wel wat doen. Ja, want je zegt er net tegen mij dat je GOZ'er bent. En toch hier, of zie je OSV gewoon als een goede broer? Wat is een goede broer? Ik ben GOZ'er in hart en nieren, dat ben ik al jaren. En ook daar ben ik sponsor. En via relaties van mij, onder andere De Waal, Kantoor FC en Van Doren Containers. Dat zijn relaties van mij en die hebben mij overgehaald zeg maar, om bij OSV ook wat te doen. En dan kom je hier en dan kom je bij een hele leuke vereniging met hele gezellige mensen. En daardoor heb ik gezegd van natuurlijk doen we ook. En vanavond dan een gezellige avond? Ja, absoluut. Daar ga ik vanuit dat het een hele gezellige avond wordt. Dus, Bij me staat Arie Dikmans. Arie, wat is jouw rol bij OSVA Waaierland? Mijn rol op dit moment is dat ik voorzitter ben van de sponsorcommissie. Business club, hoe je het dan wil noemen. Maar in ieder geval de mensen die het geld zeg maar, voor de vereniging bij elkaar brengen. En vanavond hebben we een speciale sponsoravond. V-
Vanavond is een hele speciale sponsoravond, daar zijn we ook wel trots op. Het is in het kader van het 100-jarig bestaan. En daar hebben we dus eigenlijk alle sponsors, die ook wel eens een keer vergeten worden, dus de bordsponsoren, hebben ze gewoon allemaal gevraagd om te komen. We verwachten ook een 120 mensen, zeg maar zo'n beetje. En ja, met als gast Wim Kies vanavond. En gaan jullie nog wat speciaals presenteren of iets speciaals zeggen naar de sponsors? Nou, wat moet je speciaal naar sponsoren? Kijk, je moet ze altijd hartelijk danken. Ik bedoel, want zonder hun, en dat weten ze denk ik zelf ook wel, kom je er eigenlijk niet. Hè? Want je hebt natuurlijk hun inbreng heb je nodig. En we hopen natuurlijk dat mensen dadelijk zo enthousiast zijn. Zeggen, joh, daar zijn jullie leuk mee bezig. Kan ik ook niet bij dat clubje komen. En het gaat niet altijd om de grote dingen. Want alle kleine beetjes, dat maakt dat één, hè Wim? Dan is... Mooi gesproken, Arie. Dus ja. Je hebt nu, bij deze heb jij de sponsors eigenlijk al bedankt. En dat is al een goed iets. Ja, maar dat is zeker. Ik denk dat ik dan toch, als je dan mensen wil benoemen, dan moet je denk ik zeker ook de hoofdsponsor bedanken. Smeets Ferry. Ik bedoel, is toch iemand die als vriend van de club, zeg maar, zijn nek uitsteekt altijd. En zegt van, daar mogen we dan ook wel trots op zijn dat we die mooie dingen hier binnen de vereniging ook kunnen doen. Nou, wij vinden het in ieder geval leuk dat we uitgenodigd zijn. En we gaan er een mooie avond met jullie van maken, toch? Dat hoop ik wel. Laten we in ieder geval kijken of het geslaagde en een gezellige avond kan worden. Maar met deze club kan het niet missen. Het is een avond in het kader van het 100-jarig bestaan. En voor OSV Oud-Beijerland is dit een bijzonder jaar. Vandaar dat ook heel veel activiteiten gepland zijn waarvan deze avond er eentje is. Als ik zeg aanwezigen, wie zijn dat? Om te beginnen hier Cor Hensen, Wim Kieft. In uw uitnodiging staat de heer Evert ten Apel genoemd. Maar die is helaas door familieomstandigheden verhinderd. Het wordt een interactieve sessie vanavond en dat betekent interview met Wim. En daarvoor nodig kunnen jullie zelf ook vragen stellen. Deze avond nog even als laatste wordt mogelijk gemaakt door jullie als sponsors. Maar in het bijzonder een aantal sponsors die ik wil noemen, omdat die een extra steentje hebben bijgedragen, zijn de Buxus Tuinonderhoud, Bakkerij Boender, onder de naam van familie Schep, Bloem- en Groenprojecten, Zuilmakerij van Doren, Pellencentrale en, om niet te vergeten, uiteraard onze hoofdsponsor Smeets Ferry. Dan gaan we nu naar het interview met Wim Kieft. Op 4 mei 1980 is Wim onder Leo Beenhakker gedebuteerd in betaalde voetbal. Heeft daarna gevoetbald bij uiteraard Ajax, Pisa, Torino, PSV en Bordeaux. Heeft 43 interlands gespeeld en in die interlandse 11 keer gescoord, Wim, als het goed is. U vergeet trouwens nog te zeggen, althans, dat is geen opmerking, maar een aanmerking, dat u op 19-jarige leeftijd al de gouden schoen won van de Europese topscorer met 31 oefeningen. En op zichzelf is dat al een applaus waard, denk ik wel eens. Momenteel ziet u hem op Sport 1, Ziggo Sport en Voetbal Insight. Hij is dus een tv-personality, zoals dat heet. En voordat we beginnen, Wim, wou ik even graag met wat dingetjes beginnen waar jij graag ja of nee op wil zeggen. Ik zeg Danny Blind. Nee. Dan... Guus Hiddink. Maar ik mag nee, ja of nee zeggen. Nee, Guus Hiddink. Guus Hiddink. Ja. Leo Beenhakker. Ja. Aad de Bos. Nee. Rinus Michels. Nee. Louis van Gaal. Ja. René van der Gijp. Ja. Johan Derksen. Ja. Hans Kraaij junior.
Wilfred Genedo. Ja. Adrie van Tegelen. Ik moet wel ja zeggen. Je voetbalcarrière begon bij Ajax. Hoe ging dat toen in zijn werk? Je had instuifdagen bij Ajax. Die zijn er volgens mij nu ook nog, maar toen was het nog niet zo georganiseerd. En daar mocht je dus, daar mocht je dus naartoe op een woensdagmiddag. En dan kwamen er een paar honderd jongetjes. En die, dan gingen onderling wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Ja goed, het gros kon natuurlijk niet zo heel goed voetballen. Dat had ik dan zelf ook nogal vrij snel door. Maar ja, bij Ajax, wat mij toen al opviel, is dat Ajax niet een hele warme persoonlijke club of zo. En dat bleef ik eigenlijk ondervinden in Ajax. Naarmate ik bleef er lang bij, dan kwam ik het eerste elftal. Met Leo Benakker, die was mijn jeugdtrainer. En later nam hij mij dan bij het eerste elftal. En met wie speelde je toen dan? Toen, dat was de tijd van Ruud Krol, Piet Schrijvers, Tjabaling, Surelebi, Simon Tamata, die jongens allemaal. Nou, dat waren over het algemeen wel hele aardige gasten, moet ik zeggen. Die kregen natuurlijk hele lage contracten, dus ik kreeg over 6.000 gulden toen. Gulden, hè? Dus niet ja, euro's, ja, gulden. Ja, ik verstaan, en ik kreeg geloof ik een wedstrijdpremie van 50 euro, ik weet het niet meer precies. Maar dat vond ik helemaal niet zo belangrijk. Maar mijn moeder ging altijd mee om die contactbesprekingen te doen. Ja, goed, later, toen ik dan in de eerste elftal kwam, was Johan Cruijff ondertussen ook bij Ajax gekomen. Werd ze tegen Haarlem, Johan Cruijff, die daar dan weer de eerste keer. U kijkt me allemaal aan of u water ziet, maar ik weet toch wel dat het zo is. Hè? Ja. Ja. Dat zijn die vrouwen die zo kijken. Dat is een leuke wind op de wind. Ja, daar komen ze nog wel achter. En die Johan Cruijff die komt erbij toe, die zegt wie is het dan je manager? Ik heb helemaal geen manager, dat is mijn moeder. Hij zegt, nou dan weet ik een goede manager voor jou. Cor Koster was dat. Ja, nou, dat was zijn schoonvader. Ja. En ik wil niet zeggen dat daar de ellende voor mij begonnen is, maar die heeft dat toch wel behoorlijk. Hè? Ja goed, ik was 19 jaar, ik ging in Italië toe. In Italië hadden ze het idee dat ze Johan Cruijff hadden gekocht. Nou, dat hadden ze niet. Ik had er 24 gespeeld, ik had er nog een 1 gemaakt. Dat is niet zo. Maar de 25e wedstrijd scoorde ik er wel een. Kom ik in 88 terecht. Dat was toch iets heel bijzonders, ook voor Wim Kieft, want daar praten ze nu nog over. Nou ja, daar praten ze nu nog wel over. En sommigen maken er ook een beroep van om het erover te hebben. Hans van Winkel, ja, Hans, die gaat het theater in. Hans gaat theater in. Maar goed, Hans van Breukel moet wel een beetje oppassen dat hij de rest van zijn leven niet in 1988 blijft leven, natuurlijk. Waar hij zijn lezing mee begint. Een beetje beelden, televisiebeelden. Dat hij een strafschop stopt op de EK 1988. Dat is een hoofdbeeld van Hans van Breukel. Dat hij stopt, weet je, dat hij dit maakt. Hans vergeet er altijd wel zelf bij te zeggen dat hij die penalty zelfs had veroorzaakt. Ja, maar Michels, die vermaakten jullie toch altijd de avond? Nee, Michels. Nee, maar Michels was niet de man van de Polonaise, van de hoera. Hij distancieerde zich altijd wel behoorlijk, vond ik. Eén avond had hij een hele leuke avond georganiseerd. Hoe bedoel je? Nee, hij zei, maar ik moet nu oppassen, want ik vertel dit verhaal wel vaker, maar er zit nu iemand bij die. Dus het kan zijn dat ik wat details veranderd heb in die jaren. Nee, wat er ging gebeuren, dat wist ik niet. Maar dat wist op dat moment nog niemand. En nou ja, op een gegeven moment gaat het doek open en. Mankenelis. Zo! Ja, dat klopt toch wel, hè, Adrien? Ja. Ah, ja. En ik geloof dat niemand het leuk vond, behalve Hans van Breukel, die vond het dan wel. Ik vraag even iets heel anders. Ja. Wanneer ben jij gaan gebruiken? Ja, dat is wel een hele stap kort hier. Ja, maar ik wil het toch weten. Van de glorietijd naar de. Ja. Dat is toch wat anders, hè? Nee, nou ja, goed. Ik had. Kijk, als je stopt met voetbal, dan valt er natuurlijk een. Volg gewoon discipline weg. Die discipline die hoef je niet meer op te brengen, dus je kan je wat meer vrijheden permitteren. Maar ik merkte wel op de momenten dat ik kon drinken, dat het schema dat toeliet, dan dronk ik, had ik wel het idee dat ik wat meer dronk dan anderen. En toen was ik op een gegeven moment in het uitgaanscircuit in Amsterdam en toen was ik al 35, ik bedoel, het is niet meteen
En toen kwam ik in aanraking met cocaïne, de rotworm, ik kwam ermee in aanraking. Ja, en dat pakte mij meteen. Ik had geen controle meer. Nou ja, goed. En dan kom je in een situatie van dat je financiën gaan er ook aan, je relatie gaat eraan. Lichamelijk en geestelijk raak je gewoon van het padje af helemaal. Kijk, en dan kom je op het punt wat verslaving dus is. Kijk, met je gezonde verstand, als je geld op is en je vrouw rent weg en niemand wil je meer zien en niemand wil meer met je te maken hebben, dan zou iemand met een gezond verstand zeggen, nou misschien zou ik er eens mee moeten stoppen of zo, weet je. Dat kan je dus niet meer. En we gingen na een training, zouden we wat gaan eten in de stad. En we zouden eerst in een hotel in Eindhoven, hadden we dan afgesproken, gingen we wat drinken. Nou ja, voordat het eten op tafel stond, dat duurde ook wel vrij lang, had ik anderhalf fles wijn op. Cool. En Fred had nog niet eens een slok van zijn bier genomen. Dus Fred vroeg, heb jij misschien problemen met die alcohol of zo? Ik zei, nou, denk je dat dan, Fred of zo? Ik weet niet hoe je daarbij komt. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat iemand dat vroeg. En toen zei ik, ja, volgens mij wel. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het toegaf. Hij zei, nou ja, ik hoor ook nog wel andere dingen, klopt dat ook? Ik zei, ja, dat klopt ook. Het was best moeilijk om dat toe te moeten geven, maar kennelijk snapte ik daarna dat dat verhaal kon aan iemand kwijt. Hij zei, nou ja, dan weet ik wat voor jou. Ik kwam ook nog veel op tv en ja, goed, ik moest daar naar een kliniek. Daar wil je liever niet gezien worden als je bekend bent, toch? Maar goed, dus ik ben 8-4-8-9 gaan naar binnen gegaan en toen ik daar een gesprekje met die directeur van die kliniek. En die vroeg aan mij van, nou ja, wat gebruikt u dan, meneer Kieft, zoal? Nou ja, toen moest ik ook wel zeggen dat ik bijna 4-5 in de week 4 gram cocaïne gebruikte en 4 flessen wijn dronk. Ja, dat is best veel, ja. 4 flessen wijn per dag? Je doet net als je het voor het eerst hoort, kort dit verhaal, maar ik heb het een keer verteld. Het wordt bijna huilen, jongens. Nou, ik ben wel vergeten of zo. Maar goed, toen werd ik benaderd door Michel van Egmond. En Michel van Egmond is schrijver van het boek van een neef van Gijp. Boek Gijp, dus die Michel van Egmond zegt, ik zou met jou ook wel een boek willen maken. Zeg, nou, ik wil met jou helemaal geen boek maken. Ik zeg, want ik wil maar geen zin om mijn hele hebben nou te vertellen. Hij zegt, maar wat is dan je hele hebben nou? Ik zeg, nou ja, dat wil ik dus niet vertellen. Dus, maar goed, een paar maanden later. Maar ik hoorde ondertussen het boek van René van de Gijp. Dat had 325.000 boeken verkocht. Ik denk, nou. Laat ik al die principiële dingen nou eens achterwege laten. Laat ik toch eens met Michel van Egmond gaan praten. Dus hij zegt, nou, wat is jouw verhaal dan? Ik zeg, nou ja, sowieso. Hij zegt, nou ja, daar zit zeker een boek in. En toen zijn we aan dat boek begonnen. Avond voordat het gedrukt werd, ben ik het gaan lezen. En toen heb ik wel zoiets, ja, dit is wel mijn verhaal, weet je. Ik bedoel, hier is niks gelogen, dit is precies zoals het is. Ja, het begon enorm te verkopen. Kijk, ik had wel het geluk dat het elke week werd omhoog gehouden bij Voetbal Internationaal aan tafel. Dat de uitgever was. Toen werd ik wel een beetje nerveus natuurlijk. Ik denk, ja, godverdomme. Nou, eerst bij die kaasboer kwam er maar in die kaasboer elke dag over de kop in 1988. Maar ik denk, als ik nou bij die kaasboer kom, dan... Dan zegt hij, oh, ben jij verslaafd aan de cocaïne of zo? Ja. Ik begrijp het. Ja. Dames en heren, ik kom even de zaal in en als mensen vragen hebben... Oh ja, maar dat moet ik nog wel zeggen. Wat was voor het happy end. Sorry? Wat is een happy end? Happy end, verdomme. Met het opbrengst van het boek en zijn schulden ook. Oh, dat is mooi. Hè? Waar heb je heel veel van geleerd? En wat zou je ook nooit meer doen? Even los van het drank en het andere. Wat ik nooit meer zou doen? Ja. Nee, ja goed, daar kom je wel altijd op dat punt, weet je. Ik bedoel, dat... Ja goed, dat overkomt ook en daar heb je ook een bepaalde aanleg voor natuurlijk, dus... Maar... Nee, ik heb verder niet zo heel veel... Verder valt het allemaal toch wel mee. En ik heb altijd wel iets gedaan wat ik gewoon met enorm veel passie heb gedaan. Enorm veel plezier in mijn... En weet je, en daar heb je best wel mazzel uiteindelijk. Ja, dat je geld er ook nog mee verdient. En er heel veel plezier in hebt. En nou ja, goed, ook nog een heel hoog podium kan spelen. Dus ik vind dat je best wel, ja, daar heb ik allemaal niet zo'n spijt van. Daar ben ik wel dankbaar voor.
Ja. Wat vinden we van de huidige scheidsrechters, Wim? Je kan niet zeggen dat het tegen zit voor Ajax, toch momenteel? Nee. Nee. Maar dat hoeft nog niet te leiden tot Calimero-gedrag hier in deze contrij, hè? Toch? Oh. Jawel, maar ze zijn toch een beetje in, hè? Makkelie. Ja. Nijhuis, noem ze maar op, ze worden allemaal... Nou ja, bij Bas Nijhuis vind ik het wel weer te verklaren, want dat zie je wel aankomen. Bij Bas Nijhuis zag ik het wel aankomen. Hoe bedoel je? Nou ja, die kreeg wel een heel los loopje. Dat is maar. En heel veel complimentjes en dan ga je meestal wel fouten maken. Ah, ik weet je, het is, wordt toch wel steeds duidelijker gewoon. Het is ook een beetje een open deur hoor, die ik nu intrap, maar... Ja, ik bedoel, als ik die penalty zie bij IJs Utrecht en ik zit voor de tv en ik denk ik ook in eerste instantie dat het een penalty is. En dan zie ik hem 5 keer terug en denk ja, een belachelijke beslissing van die scheidsrechter, maar ja, je kan het zoveel makkelijker maken hè, met die beelden. Er is al zoveel over gezegd, maar wat je zegt met die videoscheidsrechters, dat werkt toch prima? Ik bedoel, ja, ja. Zo'n mannetje in zo'n hockey zet en dan roep je op dat oortje wat en dan is het, dan ben je er allemaal vanaf. Het is onbegrijpelijk dat dat zo lang duurt. Ik sta hier naast Adrie van Tichelen. Heb je daar nog iets, een verhaal over? Jawel. Nou, die WK in 1990, dat ging natuurlijk allemaal fout met, dat wij in 1988 waren wij Europees kampioen geworden. En toen kwam er een hele stemming over wie de coach, de bondscoach zou worden. Ja, waren de spelers. Ik denk niet dat Adrie van Tichelen voor Johan Cruijff had gestemd, maar... Jawel. Jij wel? Jawel. Dat verbaast me dan achteraf, Adrie. Want volgens mij was Aten Mos jouw trainer toen. Ja. Dat zie je dan weer. Vandaar dat Johan mij later wou hebben bij Ajax. Oh, ja. Die WK was al gedoemd om te mislukken door dat hele incident. Maar toen kan ik ook nog een interview van Adrie herinneren. Ja, weet je, we dachten allemaal wel dat we allemaal, dat het allemaal wel lekker ging. En toen zei Adrie van, volgens mij zoiets van, kijk, als wij wereldkampioen worden, dan sodemieten we zo het bestuur de kleedkamer uit. Ja. En als Adrie er niet is, dan vertel ik meestal dit land, en daar is waar het verkeerd gegaan is. Zie je wel. Dames en heren, ik dank hem, mede namens u, Wim Kieft. Dames en heren, bedankt natuurlijk Wim Kieft en Cor Henze voor hun aanwezigheid. We hebben dan ook een kleinigheid nog voor hun in petto. Dus om thuis te komen en zeggen ze van altijd. Flesje te brengen. Ja. Dus even kijken, Marlies en Maaike. Dus ik zou zeggen... Twee mensen, zwaar. Wim, je hebt mooi avond verzorgd hier. Nou ja, dat hoop ik dan altijd maar. Hè. Ja, goed. Het verslavingsverhaal dat doet het natuurlijk altijd ook wel. Dat is natuurlijk wel heftig, maar verder, ja, het is altijd wel. Mensen zijn altijd wel aardig, ja. Ja, dat verslavingsverhaal, daar wil ik het juist niet over hebben. Nee. Want jij bent nog steeds de held van 16 miljoen mensen. Zeker de mensen in 1988. Ja. 88 was een bijzonder jaar voor jou. Ja. Nou ja, inderdaad. Het was natuurlijk. We de EK wonnen met Nederlands elftal. Maar ja, we wonnen met PSV Europa Cup. We werden kampioen en we wonnen de beker. Dus het. Is nooit meer overtroffen daarna door mij. Nee. Ajax of PSV? Geen van beide. Italië of Nederland? Italië. Danny Blind of Adrie van Tichelen? Adrie van Tichelen. Je bent laat gaan voetballen, hè? Nee, ik ben niet laat gaan voetballen. Alleen in mijn tijd waren er nog pupillen. Waren er B-pupillen. Ja. Dus ik ben begonnen in de B-pupillen. Je moest geloof ik 8 zijn toen. En toen ben ik begonnen. Johan Cruijff was overleden. Ja. Heeft het jou geraakt? Jawel, ja, nee, dat is echt een verlies. Johan was een geweldig collega, lieve man. Goeie voetballer, goede trainer. Maar met name wat hij later, weet je, met die foundation allemaal gedaan heeft. Dat vind ik echt wel een verlies voor Nederland, ja. En jij bent de beste spitsentrainer? Ik ben de beste spitsentrainer.
Ik geloof het niet. Ik geloof het niet, nee. Je hebt wel een tijdje gedaan, hè? Ik heb een tijdje bij PSV gedaan. Vond het wel leuk. Vond het overigens wel leuk. Maar ik zou nooit, echt fulltime trainer willen zijn. Gewoon lekker op tv? Ja. Geen verantwoordelijkheid. Lekker makkelijk, hè? Lekker aan de zijkant staan. Ja. Hartstikke goed, dankjewel. Graag gedaan, jongen. Ik zie je. Gert-Jan, Remy, Feyenoorders en dan een Ajax-Ziet hier op de club. Ja, je kan niet alles hebben. Je kan niet alles hebben, ja. Goed, hij heeft ook voor PSV gehoord, laat het daar maar op houden. Had een goed verhaal toch, Remy? Hij had een redelijk verhaal op het Ajax-gedeelte na natuurlijk. Als ik het zelf had georganiseerd, maar het is een heel mooi evenement van de sponsorcommissie. Dus ze hebben het heel strak georganiseerd, de bekende Nederlander erbij. Het is jammer dat hij toch de nadruk enigszins op die club legde. Maar voor de rest topavond, zeker. Had je het zo druk verwacht? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat OSV nog steeds wel een aardige sponsor achterban heeft, om zo maar te zeggen. En ook gezien het aantal vrijwilligers had ik het wel eigenlijk zo druk verwacht. Voetballend, jongens. Gaan we het nog redden? We zouden het er niet over hebben. Nee, maar we gaan het net niet redden. Nee, het doek is eigenlijk gevallen tegen GOZ. Daar waren jullie ook bij met camera, dus je hebt het zelf live kunnen ervaren. Maar het is wel mooi als je ziet hoe het toch nog leeft binnen zo'n club. Ondanks dat we in het jubileumjaar gaan degraderen, daar kan je de donder op zeggen. Maar dat je toch ziet dat er zo'n grote groep sponsors nog achter zo'n club staat. Nou, hier staat toevallig een, hij wil niet in beeld, maar het is een maatje van ons, Bas Kleiberg. Heeft zijn eigen bedrijf, heeft hij helemaal zelf opgebouwd met een compagnon samen. Wat doet hij dan? Dat weet ik niet, nee. Hij adviseert in subsidies. En het fijne moet je even aan hem vragen, maar hij wil liever niet op camera. Hij komt al regelmatig op de nationale tv, dus hij voelt zich hier iets te groot voor. Maar het is toch mooi als je ziet dat de mensen boven zich heel betrokken voelen bij zo'n club. En dat hij dan ook met zo'n evenement ook iets wordt teruggedaan voor die sponsoren. Dus wat mij betreft een geslaagde avond. En op het voetballend gebied hebben we het morgen weer over. Jongens, 100 jaar dit jaar. En in dat jaar dat je 100 jaar bestaat, kan je nog steeds iets moois terug doen, toch? Je kan ook weer promoveren volgend jaar. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is dan eigenlijk nog weer 2017. Ja, maar dit is het wel het hele jaar. Het zal wel mooi zijn om weer gelijk te promoveren. En daar gaan we volgend jaar dan alles aan doen. Succes mannen en bedankt. Adrie, het is de laatste week een beetje hoogtepunten voor jou, hè, met een kampioenschap van je club. Dat is nu 2 weken geleden. Dus dat was iets heel moois. En ik denk dat iedereen daar ontzettend blij mee is en trots op is dat het weer zover is. En dan een jubileum van je andere club. Ja, ook dat. Dat zijn twee mooie dingen. Hè. Eerst Sparta en nu dan het 100 jaar bestaan van OSV op Eiland. Hoe vond je het om je oude teamgenoot Wim Kiefer te zien? Ja, het is altijd leuk. Daarbij zeg ik, we zien elkaar nooit zo vaak. Dat is in het begin wel altijd geweest. Maar nu is het tegenwoordig, als je elkaar eens tegenkomt, is het altijd wel weer leuk. En is het altijd wel weer oude herinneringen ophalen. Dat merk je vanavond ook alweer. Dat blijven altijd leuke dingen. Zie jij jezelf hier nog een keer terugkeren als trainer? Nee, als trainer niet meer. Daarbij zeg ik, ik heb sowieso nog een jaar bij Zuidland, ook nieuwe seizoen. En dat zal er niet meer in zitten. Ik wil je bedanken voor je tijd. We spreken elkaar snel. Ja, oké. De sponsorcommissie van OSV Alba Eiland had een prachtig affiche vanavond. Met een bijzondere spreker. Het was Wim Kieft. Wie kent hem nog? 1988, de wedstrijd tegen Ierland. Een afgeslagen bal van Ronald Koeman kopte hij binnen. Daardoor werden wij als Oranje, later Europees kampioen. Het zou een van zijn hoogtepunten zijn. Hij heeft vanavond ook over zijn dieptepunten verteld. Een bijzondere avond. Een compliment voor de organisatie van OSV Alba Eiland met deze spreker. Het was leuk.